DAB is ontworpen om een hoogwaardige radioweergave te bieden. Het DAB-systeem biedt bovendien een aanzienlijk groter aantal radiostations dan conventionele analoge radio. Anders dan analoge radio verzendt DAB het signaal van verschillende kanalen of stations op één enkele frequentie. Dit tutorial bespreekt Basiskennis over Digital Audio Broadcasting, ofwel DAB-radio. Automatisch afstemmen op DAB-stations. Een station als voorkeuzestation opslaan. Een voorkeuzestation oproepen. DAB tussen regio's koppelen. Automatisch afstemmen op DAB-stations. Begin met de DAB-radio door een lijst te maken met alle digitale ensembles en stations in uw regio. Raak eerst de schermtoets Audio-Video op het hoofdscherm aan of de harde toets Audio-video op het dashboard. Raak vervolgens de schermtoets DAB-radio aan. Raak tenslotte de schermtoets Automatisch afstellen aan. De voortgang van het automatische afstemmen wordt in een venster weergegeven. Als het afstemmen is voltooid, wordt het eerst gevonden station afgespeeld. Een station als voorkeuzestation opslaan. U kunt maximaal 18 digitale stations opslaan. Dat wil zeggen telkens 6 op DAB1, DAB2 en DAB3. Als u het huidige station wilt opslaan als voorkeuzestation, houdt u de voorkeuzetoets die u wilt toewijzen 2 seconden ingedrukt. Een kort geluidssignaal bevestigt dat het station als voorkeuzestation is opgeslagen. Een voorkeuzestation oproepen om een voorkeuzestation op te roepen, selecteert u eerst de digitale bron. DAB 1, DAB 2 of DAB 3. Vervolgens raakt u kort de voorkeuzetoets aan waaronder het station is opgeslagen. DAB tussen regio's koppelen. Als u naar een andere regio reist, kan het voorkomen dat het station waar u naar luistert aanwezig is, maar in een ander ensemble. Als DAB koppelen is ingeschakeld, zal de radio proberen om opnieuw op het station af te stemmen, zodat u dit kunt blijven beluisteren. Raak in het scherm DAB radio de schermtoets Instellingen aan en schakel vervolgens in het optiescherm de optie DAB koppelen in. Grote obstakels zoals hoge gebouwen kunnen het DAB radiosignaal blokkeren, zodat de ontvangst tijdelijk wordt onderbroken. Zulke obstakels worden deadspots genoemd. Ook extra elektrische accessoires in de auto kunnen de geluidskwaliteit van DAB-stations verminderen. Meer informatie over deze functie kunt u vinden in het instructieboekje. Neem voor andere informatie of ondersteuning contact op met uw dealer.